Goedemorgen en welkom bij deze 22e ruimtevaartbabbel. Zoals beloofd krijgt u vandaag het tweede deel van het gesprek dat we met Frank de Winne hadden eerder deze maand. Het tweede deel van het gesprek ging over de toekomst van het ruimtestation en het is naar aanleiding van een belangrijke gebeurtenis rond dat ruimtestation, namelijk op 2 november eerstkomend, zal het 20 jaar lang zijn dat het ruimtestation effectief bemand is geweest. 20 jaar lang dat er dus mensen in dat ruimtestation continu gewoond en gewerkt hebben. Een feit dat we niet onopgemerkt voorbij mochten laten gaan. En net als vorige ruimtevaartbabbel gaan we ook nu beginnen met een korte intro op het gesprek dat we met Frank de Winne hadden. U kan uiteraard, als u dat wenst, ook meteen doorspringen naar het eigenlijke interview. De vraag is, hoe lang kan het ruimtestation, het International Space Station, nog gebruikt worden? Sommige modules zijn in elk geval al meer dan 20 jaar oud. Maar zolang er geen grote mankementen optreden, lijkt het wel dat het ISS misschien nog tot 2030 kan gebruikt worden. Maar in de volgende 10 jaar gaat er ongetwijfeld nog het een en het ander veranderen. Zo zal er meer nadruk gelegd worden op het commerciële. Niet dat dat nieuw is in die zin dat met commerciële activiteiten rond het ruimtestation al eerder begonnen is. Na het wegvallen van de Space Shuttle moest bijvoorbeeld het ruimtestation bevoorraad worden en werd er het Commercial Cargo programma opgestart. NASA maakt gebruik van diensten, zij gaan zelf geen capsules meer ontwerpen, dat doet de private sector. En zo kwam er uiteindelijk een contract met SpaceX voor de lancering van de Cargo Dragon van een onbemand bevoorradingsschip van het ISS. Er was ook nog een tweede firma die dat soort van vluchten mocht uitvoeren, zijn de Northrop Grumman met hun Cygnus capsule. En in de nabije toekomst is er zelfs nog een derde speler en dat is namelijk de Sierra Nevada Company die met hun Dream Chaser eveneens dat ruimtestation gaan bevoorraden. Dus naakjes, het koppelingstuk van dit toestel wordt gebouwd door Kinetic Space in België. Maar naast het transport van goederen moest er ook een transport van mensen voorzien worden. Dat hoorde thuis in het Commercial Crew programma. En NASA ging dus ook daarvoor geen eigen capsule meer ontwikkelen. Ze kopen nu vluchten van enerzijds SpaceX met hun Crew Dragon en een eerste bemande demovlucht hebben we reeds achter de rug. Hè. Dat was eerder dit jaar met Bob Behnken en Doug Hurley die een ruimtevlucht hebben uitgevoerd zonder enig probleem. En later dit jaar zou dan de eerste operationele vlucht moeten volgen. Daarnaast is er nog een tweede capsule voorzien, de Starliner van Boeing. Maar die heeft wat problemen gehad. Die moet nog een onbemande en een bemande testvlucht gaan uitvoeren vooraleer dat die capsule ook operationeel kan ingezet worden. Maar Boeing en SpaceX, aangezien het om hun capsules gaat, mogen dus ook vluchten voor derden uitvoeren. En zo gaat er in principe in het najaar van 2021 een Crew Dragon vertrekken met 3 private astronauten aan boord. Een van die 3 zou waarschijnlijk Tom Cruise zijn. Tom Cruise, de acteur die de ruimte ingaat voor een of andere film op te nemen. In 2024-25 wordt er ook nog een belangrijke stap gezet. Dan gaat namelijk het ISS uitgebreid worden met een eerste commerciële module die door Axiom Space zal opgeleverd worden. Het is de bedoeling dat het ruimtestation zal uitgebreid worden de volgende jaren dan met nog 2, 3, misschien wel eens 4 verschillende modules. En het is niet ondenkbaar dat, mocht het ISS niet meer verder gezet worden na 2030, dit commerciële gedeelte zich zal loskoppelen en dan als een onafhankelijk ruimtestation de jaren nadien rond de aarde zal blijven draaien en hopelijk dan ook gebruikt worden door NASA, ESA en de andere partners. In het interview dat we hadden met Frank de Winne en in dit tweede gedeelte wordt er ook heel even melding gemaakt van een lek aan boord van het ruimtestation. Al ettelijke maanden
heeft men geregistreerd dat er dus effectief lucht verdwijnt uit het ruimtestation, meer dan normaal, want zo'n geweldige constructie, zo'n geweldig grote constructie, daar zit altijd wel ergens een of ander lek in, maar dat lek, men verloor iets meer lucht dan dat eigenlijk voorzien was. Niet dat er een gevaar was voor de astronauten, maar dat lek moest toch vroeg of laat opgespoord worden en dat werd de voorbije weken en maanden geprobeerd. Men heeft een lek uiteindelijk kunnen lokaliseren in de Zvezda-module en naar verluid zou dat lek nu ook gedicht zijn. Hè. Toekomstige testen, toekomstige metingen moeten dan uitwijzen of het inderdaad effectief gedicht is. In het gesprek hebben we het ook heel even over de zogenaamde barter agreements. Dat zijn overeenkomsten over het uitwisselen van goederen en of diensten tussen de verschillende partners zonder dat er centjes tegenover staan. Zo maakt ESA gebruik van het ruimtestation en dat wordt dan betaald door het leveren van diensten, bijvoorbeeld door het lanceren van een onbemand bevoorradingscapsule. Dat hebben we 5 maal gedaan met de ATV. De eerste was de Jules Verne, de laatste was de Georges Lemaitre. Op dit moment heeft ESA zo'n barter agreement waarbij ze voor NASA de service module gaan leveren van de Orion capsule, de nieuwe capsule van de NASA waarmee dat ze in de toekomst naar de maan en wie weet zelfs nog wat verder willen vliegen. En zo bent u weer helemaal klaar om te gaan luisteren naar het tweede deel van het interview dat we met Frank de Winne hadden. En daarbij is misschien de eerste vraag, als we het hebben over die toekomst van het ruimtestation, hoe lang gaat het nog mee? Het is 20 jaar. Zvezda heeft sinds een tijdje een lek dat men nog niet heeft kunnen detecteren. Dat is ondertussen ook 20 jaar oud. Het is een module die het zwaar te verduren krijgt, want er hebben heel veel koppelingen mee plaats. Is er een bepaalde houdbaarheidsdatum? Is dat nog 5 jaar, nog 10 jaar? Momenteel zijn wij aan het werken om het ISS nog zeker operationeel te houden tot 2030. In Europa, wij gaan nu een aantal investeringen doen in onze Columbus-module. Wij gaan een plaats die voorzien was in het verleden een passieve plaats, gaan wij een actieve plaats van maken. Dus we gaan van 5 naar 6 van die kasten gaan, wetenschappelijke kasten, zodat ja. Dat we nog meer wetenschap kunnen doen. Zoals ik zei, een van de limieten vandaag de dag is de plaats die wij beschikbaar hebben. Dus wij werken daaraan. Wij gaan ook de hele IT-infrastructuur van onze Columbus-module moderniseren. Je moet beseffen dat die IT-infrastructuur 30 jaar geleden gedesigned geweest is. Ja. Of 20 jaar geleden gedesigned geweest is. IT is een klein beetje veranderd op 20 jaar tijd. Dat weten we allemaal. Wij moeten daar dringend aan investeren. En natuurlijk, we zouden die investering niet maken als we er niet zeker van zijn dat we dat nog gedurende 10 jaar kunnen gebruiken. Uiteraard. En dus dat gaat terug veel meer kansen opleveren voor wetenschappers in de komende 10 jaar. Wat na die 10 jaar gaat gebeuren, na 2030, dat is vandaag de dag moeilijk te voorspellen. En inderdaad, sommige systemen verouderen. Denk maar aan de zonnebatterijen bijvoorbeeld, die aan het ruimtestation gekoppeld zijn en die ons van de power voorzien. Maar daar ook is NASA nu met een programma bezig om al die zonnebatterijen te vernieuwen. Ja. Zodanig dat we weer het volledige potentieel van energie kunnen gebruiken aan boord van het ruimtestation. Dus zulke investeringen maak je natuurlijk niet als je het binnen 3 of 4 jaar niet meer wil gebruiken. Hè. Dat zijn zeer, zeer grote investeringen. Dus voor ons blijft het ruimtestation minstens bestaan tot 2030. Zal het daarna nog blijven bestaan? Dat zal een beetje afhangen inderdaad van hoe snel veroudert het en hoeveel problemen krijgen we. Het is al een beetje zoals met een auto. Hè. Zolang dat de auto goed blijft rijden en je hebt geen kosten in de garage, hij ziet er nog goed uit, kan je ermee blijven rijden. Natuurlijk, als je begint alle maanden naar de garage te moeten gaan, want er beginnen veel kosten aan te komen, dan zijn mensen meer geneigd om een nieuwe wagen te kopen. Ik denk dat het hier een beetje hetzelfde zal zijn. En zou er
Ik weet het niet, het is nog zeer vroeg om daar misschien over te babbelen, maar plannen worden er altijd goed op voorhand gemaakt in de ruimtevaart. Dat is nog iets anders dan uitgevoerd gaan worden. Maar is er dan eventueel een plan om verder te gaan met een ander ruimtestation, dat men op basis van het oude een nieuw gaat bouwen, of gaat men dat aan de commerciële sector overlaten? De bedoeling vandaag is inderdaad van dat het volgende ruimtestation niet meer een ruimtestation zal zijn dat de eigenaar is van de lidstaten. Ja? Of van NASA, of van Roscosmos, of van Europa. De bedoeling is inderdaad van naar een systeem te gaan waar de ruimtestations bezit zijn van commerciële firma's, van de commerciële sector, maar waarin dat de agentschappen dan diensten kunnen kopen. Ja? Ja. En wij willen zoveel uren aan wetenschap doen. Wij willen 3 astronauten vliegen. Wij willen zoveel kilogram naar daar brengen. En dat dan, wat wij noemen in het Engels, een LEO-economy kunnen opbouwen. Dus een economie rond de aarde, in lage baan rond de aarde, waarin dat een heel deel firma's diensten kunnen aanbieden en waarin dat instituten, universiteiten, maar ook de ESA, de NASA, diensten kunnen kopen om het verder voor te bereiden van hun andere programma's. Dat is de bedoeling. Ja. Gaan we daarin slagen? Gaat dat werken? Vandaag is het zeer vroeg dag. Het is iets helemaal nieuws, dus we moeten daar naartoe kijken. Natuurlijk, we zien al dat NASA in zijn contracten, bijvoorbeeld met SpaceX en met Boeing, zij kopen geen raket meer. Zij zeggen niet meer, die capsule moet zo gebouwd worden. Wat zij gekocht hebben is, ik wil 4 astronauten tegelijkertijd naar het ruimtestation vervoeren en ik wil dat 6 keer doen. Ja. Ik heb 24 vluchten en ik koop 24 vluchten. Hoe je dat doet, dat is de zaak van de provider. Natuurlijk, dat is niet volledig commercieel, want de enige bron van inkomsten vandaag is nog altijd de NASA, ja? Die dat allemaal betaalt. Ja. Ja. Ja, als je commercieel, echt commercieel gaat, moet je natuurlijk verschillende klanten hebben. Maar misschien komen die er wel over tijd. Dat weten we niet. Op het gebied van het ruimtestation is NASA nu aan het samenwerken met de firma Axiom, die in 2024, 2025 een eerste module, commerciële module, gaat lanceren naar het internationale ruimtestation. Initieel gaat die aangekoppeld zijn aan het ruimtestation, zodanig dat we ook die industrie kunnen ondersteunen. Maar uiteindelijk is het de bedoeling dat als het ruimtestation helemaal verouderd is, dat die nieuwe modules kunnen afgekoppeld worden en dat ze stand-alone zijn. En dan kunnen wij die modules gebruiken voor onze requirements, voor onze bezigheden die we willen doen, onze wetenschap die we willen doen aan boord van het internationale ruimtestation. Dat is het idee. En we zijn eraan aan het werken. Dat is een van de opdrachten die ik ook heb gekregen van mijn directeur en van de lidstaten, van te zien welke rol kan de Europese industrie dan spelen in zo'n low Earth orbit economy. Ja? En dat, daar ben ik ook aan het werken. Ja, want dat moet je dan wel zeggen, dat in Amerika, je hebt die firma's zoals SpaceX, zoals Boeing, die daar echt op aan het werken zijn. En je hebt er nog andere... Rocket Lab en zo van die toestanden. Hè. Dus dat beweegt heel veel. Sierra Nevada, Jeff Bezos, met Blue Origin en al die zaken. Dus, ja. Maar het is allemaal Amerikaans. In Europa zie je dat niet zo. Dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken dat Europa anders in elkaar steekt dan Amerika. Maar... Ik denk dat het vooral 2 oorzaken heeft. Inderdaad, Europa zit anders in elkaar. Het risicokapitaal is hier niet zoveel voorhanden. Of we hebben niet... De mensen die daar echt veel van hun persoonlijk fortuin willen investeren, zoals in Amerika. Maar wat denk ik een grotere factor is, is dat NASA met zijn budgetten natuurlijk aan die mensen kan garanderen dat als je succesvol bent, als je een succes hebt, als je kan mensen lanceren, als je kan een module bouwen, dan garandeer ik jou een markt. Ik zal de eerste zijn die bij jou komt kopen voor een zeer groot volume. Ja, NASA spendeert daar miljarden euro's of dollars aan. In Europa kunnen we dat niet, want we hebben niet die budgetten. En als je natuurlijk vraagt aan een firma van te zeggen, ja, kan je 1 of 2 miljard euro investeren en dan in de volgende 20 jaar zal ik voor 50 miljoen kopen,
ja, dan denkt die firma, ja, waarom zou ik 2 miljard investeren als ik maar 50 miljoen kan verkocht krijgen? Hè? Ja, ja. En dus we hebben niet die budgetten die NASA heeft om, ja, dan inderdaad diensten te kopen die zij toch nodig gaan hebben. Ja. Commercialisatie is in dat opzicht een goed ding, maar anderzijds slaagt die slinger misschien een beetje te ver door. Als er sprake is dat een Tom Cruise bijvoorbeeld naar het ISS komt om daar een film op te nemen, zijn dat dingen die u toejuicht of die er u maar voor lief bij neemt? Dat is een beetje moeilijk, hè? In principe juich ik dat toe, zolang dat inderdaad die budgetten uiteindelijk gebruikt worden om inderdaad die LEO-economie te bouwen. Als je kan zeggen, kijk, dat gaat er allemaal toe leiden dat de kost voor ruimtevaartagentschappen zoals ESA, in plaats van 50 miljoen te moeten betalen voor een vlucht, we maar 20 miljoen meer moeten betalen voor een vlucht. Want er zijn zoveel andere mensen. Hè. Hoe meer producten dat je verkoopt, hoe lager dat de prijs wordt, in principe. Hè. Dat weet, denk ik, iedereen. Dus als dat gaat leiden tot een verlaging van de kostprijs voor het exploiteren van het ruimtestation, en wij kunnen daardoor hetzelfde doen, maar meer investeren in de toekomst, dan juich ik dat natuurlijk toe. Ja. Als het alleen maar is om te zeggen, nee, de kostprijs van de agentschappen blijft allemaal hetzelfde, en het is alleen bijkomend inkomen voor de commerciële firma's, dan denk ik dat we toch daar eens moeten over nadenken. Ja. Elon Musk belooft altijd dat de kost om naar de ruimte te vliegen met een factor 10 gaat verminderen. Oké? Okay? Ja. Laat ons zien of hij daar geraakt. En als dat zo is, dan is dat natuurlijk ook voor Europa een goede zaak. Ja. Nu, we hebben het aantal keren tussendoor ook al eens een keer gehad over de gateway. Hè, dat, laat ons maar zeggen, dat mini-ruimtestation dat daar ergens rond de maan moet gaan draaien, als tussenstap om op de maan te gaan landen. Er wordt ook gezegd dat ze dat ook gaan gebruiken om wetenschap te gaan doen. Is dat dan zeker een beetje een concurrent van het ISS? Of? Nee, de gateway is zeker geen concurrent van het ISS. Hè. We gaan in de gateway niet al de zaken doen die we in het ISS doen. Het is veel te ver, het is veel te kostelijk om naar daar te vliegen. Als je gewoon microgravity research wil doen, dus wetenschap in gewichtsloosheid, ja, dan ga je niet naar de gateway vliegen, dan ga je naar het ISS. Er zijn bepaalde zaken die we in het ISS niet kunnen onderzoeken. Denken we maar aan radiatie. Ja? We zitten binnen in de Von Allen radiation belt. Een keer als je daar buiten gaat, wat is het effect van radiatie? Lange termijn effect op lange termijn vluchten die we moeten kennen, die we moeten onderzoeken, vooraleer dat we naar Mars kunnen vliegen. Daar kan de gateway voor, bijvoorbeeld voor gebruikt worden. De gateway zal ook niet permanent bemand zijn. De gateway is voorzien van korte periodes, 2 weken tot een maand, bemanning aan boord te hebben. En voor de rest van de 11 maanden zal niemand aan boord zijn van de gateway. Dus het concept is totaal verschillend van het internationaal ruimtestation. En ook de doelstellingen van de gateway zijn totaal verschillend dan die van het internationaal ruimtestation. Ja. Nu, als men spreekt over de gateways, voor de maan bedoeld, men spreekt vaak in de gateway ook in dezelfde adem over Mars. Nu in het ISS, ik heb me dat altijd afgevraagd, ISS wordt ook vaak gezegd van kijk, we kunnen dat ook gebruiken als voorbereiding op de maan, als voorbereiding op Mars, we kunnen vlak bij huis een heleboel zaken uitproberen, maar in de 20 jaar die nu gepasseerd zijn, zijn er eigenlijk nog maar 2 astronauten, 1 Amerikaan, 1 Rus, die 1 jaar in de ruimte geweest zijn. Is dat niet wat weinig? Hadden we dat al niet meer mogen of kunnen doen? We hadden dat beter waarschijnlijk wat meer mogen doen. Kunnen doen is een andere zaak. Dat is niet zo eenvoudig om dat te doen. Daar komt heel veel bij kijken. En ik weet dat wij nu met onze Amerikaanse collega's terug aan het kijken zijn. Hoe kunnen wij nu dat wij terug USCV daar hebben, dus de Commercial Crew Vehicles, hoe kunnen wij in de toekomst meer van die 1-jarige vluchten doen aan boord van het ruimtestation? Ja. Dus dat is, denk ik, het is geen eenmalig experiment geweest. Het is een eenmalige implementatie geweest waarin dat we dan heel veel geleerd hebben en te kijken, oké, hoe kunnen we dat dan in de toekomst op een meer regelmatige manier gaan doen? Ja. En dat is hetgeen wat wij nu aan het plannen zijn. Ik weet niet wanneer de eerste 1-jarige vlucht terug zal plaatsvinden. Is dat in 2021, 2022? Maar zeker, we gaan daar terug mee beginnen. En wordt er dan eventueel ook aan gedacht aan nog langere ruimtevluchten, 1,5 jaar, 2 jaar?
Ik denk op termijn gaan we daar zeker moeten naartoe gaan. Als we naar Mars willen vliegen en we willen alles weten hoe ons menselijk lichaam, maar ook de psychologie van de mensen daar kunnen mee omgaan, dat we daar op termijn verdere vluchten gaan moeten mee doen. Maar dat vandaag de dag wordt nog niet bediscuteerd. Ik denk dat de volgende discussie is die we zullen aanvatten, eens dat we voldoende eenjarig durige vluchten gedaan hebben. Ja. En dan nog een laatste vraag. We hebben het altijd nu over de Amerikanen gehad. Maar als we onze ogen in de andere richting draaien, dan komen we daar in de verte China tegen. China gaat volgend jaar ook beginnen met een ruimtestation. Ik weet dat jullie al een aantal astronauten sowieso al Chinees aan het leren zijn, dat ze ook al een gezamenlijke training een beetje elkaar gewoon worden, zal ik maar zeggen. Komt daar ook nog een vervolg op? Is daar een eventuele ruimtevlucht, een gezamenlijke ruimtevlucht op komst? Of? Nou, het is altijd onze bedoeling geweest om samen ook met onze Chinese collega's naar hun ruimtestation te vliegen. Vandaag de dag is het natuurlijk niet zo eenvoudig als 3-4 jaar geleden, zou ik zeggen. 3-4 jaar geleden was er zeker een opening naar China toe. Er was een hele dynamiek. We hebben toen heel sterk samengewerkt met onze Chinese collega's. Zoals je gezegd hebt, we hebben gezamenlijke trainingen gedaan in Europa, in China. Vandaag is het zo dat de politieke situatie iets anders is. En vooral dan denk ik ook het probleem van de intellectual property rights. En van te zien, oké, hoe gaan we dat doen? Want de Chinezen gaan dat natuurlijk niet gratis doen voor ons. En dat vragen wij ook niet. Hè. Dat is ook niet de bedoeling. Maar met onze collega's in NASA werken wij samen. En dan hebben wij, zoals je weet, barter arrangements. Ja. Dat is, wij geven bepaalde services en goederen, bijvoorbeeld de service module van onze Orion-capsule die naar de maan gaat vliegen, de motoren en zo verder, de zonnepanelen worden allemaal in Europa gefabriceerd. Wij geven dat aan NASA en in return daar krijgen wij dan astronautenvluchten naar het internationale ruimtestation. Dat vergt natuurlijk een heel grote samenwerking van de industrie. En dat vergt natuurlijk dat iedereen respecteert dat de technologie, respectievelijke technologie die je aan beide kanten van de oceaan ontwikkelt, dat die ook gerespecteerd wordt en dat die bij die industrie blijft. En daar denk ik dat het voor het moment met China wat moeilijk is om te kijken, oké, hoe kunnen we dat garanderen dat als we met hen samenwerken, dat dan niet al onze technologie daar dan ook op onrechtmatige wijze gebruikt wordt en verdwijnt. En dat is eigenlijk meer een politiek probleem dan een operationeel probleem. Aan operationele zijde willen wij zeker met onze Chinese collega's blijven samenwerken en zoeken naar oplossingen. Maar uiteindelijk, een Europeaan die zal vliegen naar het Chinese ruimtestation, denk ik dat dat meer een politieke oplossing zal vergen dan een technische, operationele oplossing. Ja, dat wordt dus een werkje van lange adem, met andere woorden. Dat wordt een werkje van lange adem, maar terug, ik werk daar ook aan. Dat is ook een van mijn objectieven die ik gekregen heb. Daarom dat sommige van mijn astronauten al Chinees nu aan het leren zijn. Daarom dat wij heel vaak met onze Chinese collega's spreken. Ja, en wij moeten eerst en vooral zien dat wij op technisch-operationeel vlak oplossingen kunnen aanbieden aan het politieke niveau. En dan moet het politieke niveau natuurlijk beslissen of dat ze dat willen doen of niet doen. Oké, ik zie dat ik min of meer door mijn vragenlijstje gegaan ben, dat ik ook een beetje over mijn tijd gegaan ben. In elk geval, Freed, bedankt om dit gesprek te doen. Ik weet niet of u nog een laatste woordje heeft om het af te ronden. Wel, een laatste woordje. We hebben natuurlijk veel gesproken over het ISS, over de gateway, maar daar stopt het niet voor Europa. In Europa hebben we eigenlijk in ons nieuw exploratieprogramma hebben we eigenlijk drie bestemmingen. Dat is Low Earth Orbit, ISS, daar hebben we veel over gesproken. We hebben de maan, daar hebben we een beetje over gesproken, over de gateway, maar de gateway is eigenlijk niet de ultieme bestemming. De ultieme bestemming voor ons is de maan, de lunar surface, en dan Mars. En voor de maan gaan wij toch voorstellen aan onze ministers binnen 2 of 3 jaar om een nieuw programma op te starten, waarin dat wij diensten zouden kunnen aanbieden aan NASA. En NASA heeft het Artemis-programma, waarin dat ze willen tegen 2024, okay, dat zal waarschijnlijk wel wat later zijn, terug astronauten op de maan willen hebben. Maar ze willen dat ook doen op een sustainable way, dus op een duurzame manier, waarop dat ze
het maanoppervlak op een duurzame manier overal kunnen verkennen en dan ook daar op lange termijn kunnen blijven. En daarvoor heb je natuurlijk ook een aantal diensten nodig, bijvoorbeeld transfer vehicles, bijvoorbeeld cargo voertuigen die op de maan kunnen landen. En wij zijn dus aan het kijken hoe dat wij met NASA kunnen samenwerken om daar ook dan als Europa aan deel te nemen. En onze bedoeling is ook om niet alleen Europese astronauten naar de Gateway te hebben, maar tegen 2030 ook Europese astronauten op de maan zelf te hebben. En ik denk dat dat een heel mooie doelstelling is. En dus de nieuwe klas van astronauten die we gaan selecteren in 2022, ben ik ervan overtuigd dat één, if niet meer van hen, op de maan zullen wandelen. En het feit dat ik daaraan kan meewerken en dat ik daar, als ik mag zeggen, dan met de termen van piloot misschien in de cockpit zit om zulke overeenkomsten met de NASA te onderhandelen, brengt me natuurlijk heel veel plezier en heel veel voldoening in mijn job. En dan het laatste is natuurlijk Mars. Mars is nog niet direct bemand, maar we hebben ook in de laatste ministeriële conferentie beslist om samen met NASA samples terug te brengen van Mars, dus stalen van de Marsbodem terug te brengen van Mars. En ook daar zien we dat Europa op het kritische pad zit. Hè. Wij gaan een rover bouwen die samples gaat moeten gaan oprapen overal op de bodem van Mars. Wij gaan een Earth Return Orbiter bouwen. Dat is dus een voertuig voor de eerste keer, een ruimteschip dat maar naar Mars gaat vliegen, maar ook van Mars gaat terugkeren naar de aarde en dan die samples hier gaat afleveren. Dus ik denk dat het enorm boeiende tijden zijn voor ruimtevaartexploratie in Europa. En dus ja, we hebben heel veel jonge, enthousiaste mensen nodig die zich daar willen in investeren en die daaraan willen meewerken op alle niveaus. Ingenieurs, wetenschappers, astronauten, maar ook mensen die communicatie verzekeren, zoals jou. Dus hartelijk dank om mij uit te nodigen voor dit gesprek en om een beetje van mijn dromen met jullie publiek te kunnen delen. Ja, in elk geval van onze kant ook zeer wel bedankt om dit gesprek mogelijk te maken. En wie weet, tot de volgende keer. Dank u wel. Voilà, dat was dus het tweede deel van ons gesprek met Frank de Winne. En we willen hem via deze weg nogmaals bedanken voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt om ons te woord te staan. En ik kan het inderdaad alleen maar bevestigen. Ruimtevaart de volgende jaren gaat heel wat boeiende momenten opleveren. Boeiende momenten die we uiteraard met onze ruimtevaartbabbels gaan proberen op te volgen om u daar de nodige duiding bij te geven. En om ook deze ruimtevaartbabbel af te ronden, gaan we ook nog eens een kijkje nemen wat er de volgende dagen en weken nog op het programma staat wat ruimtevaart betreft. Deze ruimtevaartbabbel is al wel een tijdje geleden opgenomen, dus we konden alleen maar gebruik maken van de informatie die ons op dat moment voorhanden was, maar we willen het u toch nog eens een keer geven. Er is uiteraard 2 november en de aanleiding van deze 2 ruimtevaartbabbels, namelijk het feit dat die dag het ISS, het Internationaal Ruimtestation, 20 jaar continu bemand zal zijn. Niet vergeten dat het Space Launch System, de nieuwe Saturnus 5-raket van de NASA, heel belangrijke momenten tegemoet gaat. Er is namelijk die core stage test, dat die grote centrale trap van die nieuwe raket volledig zal uitgetest worden, waarbij de motoren voor de volle 8 minuten gaan branden. Dat is de duur dat die motoren effectief gaan moeten werken om een lading in een baan te brengen, een baan van waaruit dan de upper stage kan gebruikt worden om de nuttige lading richting de maan te stuwen. Maar eerst moet die zogenaamde green run, zoals de test omschreven wordt, moet die uiteraard perfect verlopen. De juiste datum was op het moment van opname nog niet bekend, maar normaal gezien in die eerste helft van november gaan we die eerste operationele Crew Dragon vlucht ook kunnen meemaken. Lancering van 4 astronauten
met vlucht Crew One, zoals ze dan genoemd gaat worden, naar het ISS. De allereerste keer dat er voor langere tijd 7 mensen aan boord van het ruimtestation gaat zijn. Zoals Frank de Winne zei, is dat ook een belangrijk moment voor de wetenschap, dat er veel meer wetenschap aan boord van dat ISS kan uitgevoerd worden. En misschien is het al gebeurd, dat kan ik op dit moment niet zeggen, maar we kijken uiteraard ook uit naar de 18 kilometer hop van serie nummer 8 van het Starship. Een belangrijke stap in de poging om zo'n Starship een eerste orbitale lancering te laten uitvoeren. Maar daarvoor moet uiteraard die 18 kilometer hop ook vlekkeloos verlopen. En waarschijnlijk zal die wel een aantal keren herhaald worden, vooraleer dat we aan zo'n orbitale lancering toe zijn. Voilà, dat was hem dan. Ook deze ruimtevaartbabbel komt aan een einde. En ik kan u alleen maar opnieuw bedanken dat u heeft willen kijken. Mocht u het nog niet gedaan hebben, abonneer je op ons YouTube-kanaal. Wij vinden het leuk als u onze filmpjes leuk vindt. En verder rest er mij nog maar één ding te zeggen. Zoals steeds, u een fijne dag nog toe te wensen. Hou het gezond. En ongetwijfeld, tot een volgende keer. Dag.